You know I try to hold on to it until you move. What's up YouTube, ik ben je boy Vincent van Vincent Videography en vandaag een nieuwe vlog en zoals jullie kunnen zien meteen op mijn nieuwe camera. Nou, ik heb vandaag een paar kleine klusjes te doen, geen opdrachten nog, want ja, het weer was onvoorspelbaar en nou blijkt het toch, nou ja, oordeel zelf, mooi weer te zijn. Dus wat wij gaan doen nu is gewoon onze klusjes en ik dacht, wat is er nou leuker om even de nieuwe camera uit te testen. Dus gaan we mee, dan gaan we kijken wat we met deze nieuwe G7X Mark II kunnen doen. Een nieuwe camera. Zouden we die uit moeten testen? Nou, inmiddels ben ik dus weer terug bij mijn schoonmoeder vandaan. Was even gezellig, even gekletst en ze was heel blij met de foto. Nu gaan we terug naar huis, kijken of we nog wat leuks kunnen doen met de beelden die we geschoten hebben. Ik ben natuurlijk erg benieuwd wat die kan. Ik ben vooral heel erg blij met de ingebouwde ND-filter op deze camera. Die maakt het zoveel makkelijker. En ja, ik ga kijken of ik nog wat b-roll kan schieten en dan zie ik jullie zo meteen. Nou, daar zijn we weer. We zijn op pad geweest met de G7X Mark II. Ik moet zeggen, ik heb de beelden nog niet bekeken, maar qua manier van filmen en shots maken vind ik hem geweldig. Zeker in combinatie met deze Gorillapod. Heel stabiel, heel mooie movement shots maken. Ideaal. Ja, ik denk dat ik zo meteen eventjes ga monteren, kijken wat we hebben. Op de terugweg heb ik niet zoveel b-roll meer kunnen schieten, omdat ik gewoon geen mooie shots meer zag. Gelukkig is dat te compenseren met het aantal shots dat ik op de heenweg heb gemaakt. Verder heb ik ook nog een aankondiging. Vanaf morgen komt er een nieuwe reeks op mijn kanaal, genoemd Vins Vrijdag. Dat wil zeggen dat ik iedere vrijdag een korte, maar hele duidelijke en goed overzichtelijke tutorial aan jullie ga laten zien. Iets voor video of fotografie, editen, schieten, wat je maar kan bedenken. Ik verzin iedere week een leuk onderwerp waarvan ik denk, nou, kunnen jullie wat van leren, daar kunnen we wat mee doen. En ik hoop dat jullie zo op die manier ook beter worden en meer in de wereld van videografie of fotografie gaan raken. Ik vind het zeer geweldig om te doen. Ik hoop jullie ook. En dan check jullie morgen.